mijn verleden, daar ben je mee opgegroeid. Mijn vader heeft zijn leven lang gewerkt op de staatsmijn Emmer. En hij had namelijk ook het onderhoud van de buitendiensten. Dus je bent altijd verbonden geweest met die Emmer. Toen we op de Grubbelaan woonden, hoorde je de hele dag door hoorde je de treinen rangeren. Dus je sliep met de treinen, je werd wakker met de treinen. De treinen, het spoor was altijd bij je. Op een gegeven moment zijn de mijnen gesloten. Toen kwam het plan om het mijnspoor af te graven. We hebben dat toen met man en macht hebben ons bij elkaar gepakt. En hebben dus het mijnspoor zodanig gekregen zoals het nu erbij ligt. Dus eigenlijk een mooi recreatiegebied. Het is heel leuk om te zien dat ook kinderen en wandelaars die Leisure Lane ontdekken. Laatst vertrok ik iets later naar mijn werk. Ik zat rond schooltijd voor de basisscholen. En ik kom een heel clubje kinderen tegen met één moeder, vijf kinderen op de fiets. En de hele Leisure Lane squad fietste naar Schinnen naar school. En dat was heel leuk om te zien inderdaad. Op een gegeven moment toen waren we thuis gestopt met werken. Het bleek dus dat we kamers leeg hadden liggen en dat merk je aan het huis. Dus het huis wordt niet bewoond, daar moet je wat mee. Nou, toen kwam mijn schoonzoon, die kwam met het idee van, god, waarom verhuur je niet een kamer of waarom ben je niet in bed en breakfast? Ik dacht, hartstikke gek, daar beginnen we niet aan. Maar bij toeval kregen we mensen te gast, slapen. En dat beviel ook toch wel goed. Dus dat hebben we doorgezet. We hebben vaste gasten, voor Pinkpop zitten we al de komende 5 jaar vol. Amsterdam Gold zit vol. Dan hebben we het mooiste zit vol. Maar we wisten morgens vroeg al bij het ontbijt, dan komt een tafel en dan kijken de mensen hier naar buiten en dan kijken ze op het spoor. En de mensen pakken dit nu ook als uitgangspunt als ze willen gaan fietsen of wandelen. Dus dan ga je van hieruit ga je van mijn spoor, loop je dan naar Onderhoensbroek, je gaat langs het Geleenbeek op en loop je naar Schinnen, naar Tull, dan kom je weer langs de Brouwerij, dan kom je weer langs de Muldermolen. En zo heb je een hele mooie route. Vorige week twijfelde ik, was het donker en nat en toen zat ik op de fiets, kwam ik bij Ter Worm en toen vloog naast me zo'n grote buizer die vloog ineens, die vertrok vanaf zo'n paaltje. Dat is schitterend om, dan, om daarnaast dan te fietsen en dat zijn mooie momenten om je dag mee te beginnen. Wat ik belangrijk vind aan de Leisure Lane is dat het een bijdrage doet aan de omgeving. Het maakt het mooier, het maakt het attractiever. Ja, ik denk dat als de route af is, dan wordt het voor nog meer mensen interessant. En dan verbindt het ook echt de schakels met elkaar. Nu gebruik ik hem vooral voor werk. Maar ik zou me goed kunnen voorstellen dat als die straks richting de Venbaan gaat, richting het kolenspoor gaat, of als ik straks met mijn neefjes op de fiets ga, dat ik van die route gebruik ga maken. Omdat het gewoon ook veilig is en door het groene. En het is gewoon een schitterende route. Ja, het IBAN-verhaal is natuurlijk heel gunstig, omdat daar geld komt om dat mijnspoor in te delen, zodat het weer in oude glorie zogenaamd hersteld gaat worden. Hè. Waardoor je dus de hele omgeving, met name Groenshoek, weer een beetje beter op de kaart gaat zetten. En dat zie ik als voordeel van de samenwerking met IPA en gemeente en Leisure Lane en allemaal toestanden, allemaal samen. En vergeet niet dat we toch in een regio zitten die elkaar nodig heeft. Ja? We hebben zoveel mooie dingen en zoveel mooie dingen nog te ontwikkelen. Dus daar moeten we hard aan werken met z'n allen.